Maar op een gegeven moment slaat de verveling toe en dan kan het misschien interessant worden. Zeven dagen lang is dit het onderkomen van kunstenaar Arjen Boerstra. Niet op de wal, maar het huisje komt bovenop een ponton op de vaart. Het huisje is nu nog een beetje leeg, maar veel luxe dan dit wordt het ook niet. Alles wat je nodig hebt om te leven. Hè? Dus een toilet, een bed, een tafel en een kookblokje met flink wat water. 80 liter water voor een week. Nou, 10 liter per dag moet kunnen. Ruim 10 liter. En eten wat niet al te snel bederft. En dat moet allemaal in dit huisje passen. Tijd voor een rondleiding. Dit is het venster waar de tafel komt. Dus ik kan achter de tafel naar buiten kijken. En mijn schrijfwerk doen, mijn denkwerk. Hier komt het bed te staan. En als ik in bed lig, dan kan ik liggend naar buiten kijken. En dan hier nog een raampje voor... Hier komt een kookblokje. Met een sherrykannetje met water en een gaspit. Het valt mij ongelooflijk mee. Je ontwerpt het en je meet het uit, 240 bij 360. Dat zal wel aardig claustrofobisch worden. Maar dan sta je erin en denk je, nou, dus ik zie het helemaal zitten. Helemaal alleen is Boerstra niet. In het hele huisje komen camera's die hem 24 uur per dag volgen. In het midden komt een camera met een spiegelbol die eigenlijk de hele ruimte in één keer vangt. Aan de muur komen verschillende camera's om die gezichtspunten te hebben. Er komt de camera op mijn kop. En ondertussen ga ik dat monteren hier achter mijn bureautje en zet ik het online. En dan op die manier maken mensen de binnenkant mee. Die meekijkende ogen zeggen niets terug en dus zal de kunstenaar zich op andere manieren moeten vermaken. Ik kan naar buiten kijken en er kan van alles gebeuren met mensen die gaan lopen roepen. Dan ga ik kijken hoe ik daarop ga reageren natuurlijk. Ik denk dat er op een gegeven moment een punt van stierlijke verveling komt. Want een week, het klinkt wel kort. Maar op een gegeven moment slaat de verveling toe en dan kan het misschien interessant worden.